Wel Marcel, we gaan dus het Ensorhuis bezoeken, maar eigenlijk zijn al de werken van Ensor in dit huis hier gemaakt. In dit prachtige gebouw. Ja. Deze moderniteit van de jaren 70 of 80. Wat wel symbolisch is, het is een spiegel eigenlijk. En Ensor is toch de meester van de spiegel, van het zelfportret. Dus eigenlijk werden de schilderijen hier gemaakt. Alles is hier gemaakt. Dat is afgebroken. Want Ensor is hier maar komen wonen. Dank je wel. 1917 dacht ik, of 1920 of zoiets. Ja. En dat is het bekende huis hier in de Vlaanderenstraat. Ja, inderdaad, inderdaad. Dit is het Ensorhuis. Daar heeft de goede man dan gewoond met zijn knecht Gustje. Ja. Toen Ensor klein was, stond niets van deze gebouwen hier. Dat waren allemaal tuintjes. Ja. Dus we praten over 100 jaar geleden, begin 20e eeuw. Ensor is dus overleden in 49, dat wil zeggen dat hij 89 jaar oud is geworden. Ik denk dat die trap voor hem al een probleem was. Dat vind ik een van zijn beste werken. Dat is een kopie natuurlijk, maar de rog vind ik ongelooflijk eigenlijk. Ja. Naast zijn zotte werken, zijn maskers en zijn flauwekul, die heel leuk zijn, heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met het stilleven. En waar komt zijn grote stijl vandaan? Ook wel door het werken met paletmes. Hij schilderde niet alleen met borstel, maar ook met een scherp mes. Dus bijvoorbeeld moet je voorstellen dat wit hier met een paletmes werd opgelegd. Zoals een plamuurmes eigenlijk, zoals je zou plamuren. Ja. En dan de details een beetje met de borstel en zo. Allemaal heel leuk, hè? Ja. Heel leuk is het. Dus dit is het oude huis, maar hier is nu een nieuw annex gemaakt. Ja. Dat zijn authentieke tekeningen allemaal. Ja, die heb ik nog nooit gezien. Ja, ja, die zijn mooi. Prachtig. Tja, wat is dit hier allemaal? Hola. Nee, ik kan u goed zien. Nee, ik kan er... Mijn neus is te groot, vrees ik. Dit is heel goed. Ik zie alleen uw hoofd. Mijn hoofd gaat daar niet door. Ook niet. Nee. Ik denk dat... dit is heel beklemmend. Wacht, hè. Oh, God. Dat is geestig. Ja, zo krijgen ze wel snel de vloer geboend, natuurlijk, hè. Ik zou je een hand geven, Marcel, maar in die tijden mag dat niet, hè. Oké. Dus dit is voor kinderen, nou, dames en heren, ja, het is met zo'n oude grote kop als wij. Hè? Een topwerk. Ah! Ja. Eigenlijk is er ook iets zoals het Ensoriaans eigenlijk. Hij heeft iets gecreëerd waar je mee kunt spelen. Je zou, je zou eigenlijk nieuwe werken kunnen maken à la Ensor eigenlijk. Ja. Kinderen zouden dat perfect kunnen. Dit is de origineel. Dat is het origineel, verdorie. Ja, inderdaad. Wauw. Wat een prachtig ding is. Prachtig dat, werk, hè. Het is gebaseerd op een oude postkaart van Oostende. Ah. Ja, ja. Maar je kan er weer naar blijven kijken. Wat is hier aan de hand? Het is leuk. Dat is heerlijk, hè. Ja. Dat is altijd geestig, zo. Een vrouw met bolletjes op haar polkadot zijn. Dat. Ja, polkadot. Ik gebruik dat heel veel ook in mijn strips. Ja. Nee, maar als dat bolletje verkeerd zit, dan zit dat eigenlijk op die tepel. Zo. Ja. Dat is... En als je het van voor zit, ben je opeens in dus. Ja, dat is wel. Dit is wel een fantastisch ding, hoor. Het is verbluffend. Ik sta werkelijk paf. Ik vind het erg goed. Ik vind het heel goed. En het is inderdaad voor mensen gemaakt die niet zo thuis zijn in Ensor. Maar er is zoveel te kennen in onze wereld. Dus het is een perfecte introductie op die geweldige, op het visitekaartje van Oostende. Ensor is het visitekaartje van Oostende. Als we iemand hebben die Oostende wereldwijd op de kaart zet, is het James Ensor. Voilà. En nu hebben we eindelijk dit, toch wel visitekaartje, dit prachtige. Ja, ja, ja. Chapeau. Nee, chapeau. Echt top. Geweldig. Nee, ik ben onder de indruk.